Hoi Sen. Hoi. Mag ik je uitnodigen voor een dieptegesprek zoals we dat altijd doen? Heb je daar even tijd voor me? Ja. Oké, dat is fijn, want ik had gisteren een gesprek op de verjaardag waar we waren bij Marja en Tola. Dat is ook een community, hè? Dat zag je, hè? Ja. Allemaal vrienden, familie bij elkaar. En toen was er een mevrouw en die zei, ik ga af en toe even fietsen omdat ik helemaal gek word van al die tieners thuis. En dan krijg ik rust en ruimte. Ja. En toen lachte ik naar haar en ik luisterde naar haar. Ik weet niet, had je dat gehoord dat die mevrouw dat vertelde? Ja. Ze had 3 tieners, hè? 1 van 9, 1 van 13 en van 15 of 17. Ja. Maar ik merkte toen ik tegen haar, of toen ik teruggaf aan haar, dat wij dus met een Neighbor Tribe project bezig zijn. Dat technologie betekent dat je gaat experimenteren met het ontvangen van multiple dimensions, van menselijke ervaringen, hè, human experiences, dat ze die taal helemaal nog nooit had gehoord. En toen zei ze, wauw, had je dat gehoord? Ja. Ze zei, wauw, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo spreekt en die mij dit vertelt en ik wist niet eens dat dit bestond. En ik hoop dat ik je nog eens een keer kan ontmoeten ergens. Dus toen gaf ik haar aan dat als je dus die menselijke ervaringen gewoon wil ervaren rond de wereld waar je op bent, dat het gaat om emoties en taal. En dat ervaring creëert, hè? Dus het ging erom dat ze gewoon nog nooit dit had gehoord. En toen hoorde ik Arvin zeggen, ja, mijn moeder is een systeemdenker. Zij heeft ons opgevoed vanuit systeemdenken. En toen dacht ik, nou, eigenlijk, kijk, wat voor jou en Arvin heel normaal is, is dus voor heel veel mensen heel onbekend, hè? Dus nou zat ik te denken, als ik nou eens met die eerste vraag begin, hè, Sam? Ja. Op het eerste niveau, wat wij altijd gebruiken, het eerste niveau van het pragmatische model van Sintony. Persoonlijke duurzaamheid. Wij zijn met duurzaamheid bezig. Wie ben jij? En wat is de betekenis van jouw leven? Wat is jouw talent? Kan jij daar een heel simpel antwoord op geven? Waarop? Dat zei je ook weer. Nou, als het gaat over persoonlijke duurzaamheid. Wie ben jij en wat is de betekenis van jouw leven? Wat betekent persoonlijk voorheid? Hè? Wat betekent dat? Persoonlijk voorheid? Duurzaamheid. Duurzaamheid is ecologie. Dus dat je niet afbreekt, maar dat je zorgt voor doorbraak, voor vooruitgang. Daar hebben we het wel vaker over gehad, weet je het nog? Ja. Wat betekent dat dan voor jou, wie jij bent? Maak jij wel eens zelf ruzie uit jezelf? Sla jij mensen uit jezelf? Heb je überhaupt dat wel eens gedaan? Mensen slaan. Ja? Met zijn